Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Bert van Hunestein, de laatste competitiewedstrijd, thuiscompetitiewedstrijd voor de winterstop. Wat zijn de verwachtingen? Nou, de weersverwachtingen die ervaar je zelf al, Piet. Maar ja, voetballend, we willen die status van ongeslagen zijn sowieso vasthouden. En we willen de druk erop houden. Dus de verwachtingen richting vandaag zijn dat het wel een rommelig duel gaat worden. Ook weer vanwege de weersomstandigheden. Ja, uiteindelijk hoop je natuurlijk dat wij winnen het veld afgaan. Zeker. En dat met de steun van je oude A1 team. Want ze zijn er weer. En met name Anton van Duinen, die heb ik vanmorgen nog even gesproken. Uit Zweden, die oude muzikant. Ja, die is met een roadtour door Ermelo bezig, heb ik begrepen. Ja, de vorige keer dat de jongens er waren, wonnen we volgens mij met 6-1 of 6-0. Ik weet helemaal niet precies meer. Maar ja, nou wil ik gezellig zijn binnen de groep vanavond, dan zullen we hier binnen het veld af moeten. Dus laten we er eerst maar voor zorgen. Ja, precies. Nou krijgen we vanmiddag te maken met twee ploegen die graag dominant willen zijn. Die georganiseerd willen spelen. En ik denk dat Stedelco dat met name heeft. Dat ze heel kort op elkaar gaan spelen. Klopt dat? Ja, dat verwacht ik ook. Ik denk dat wij toch weer het spel moeten gaan maken. En ja, dat zij zullen gaan kijken van waar laat DVS de ruimte zijn en kunnen ze daar gebruik van maken. Aan de andere kant inderdaad weet ik dat de CD ook een goed voetballende ploeg is. Dus daar waar ze kunnen zullen ze daar ook voor gaan. Dus het kan zomaar een interessant duel worden. En ik verwacht wel dat door de wind dat het zomaar zo kan zijn dat het spel elke keer over één kant van het veld gespeeld gaat worden. Omdat hij er dwars overheen staat. Maar ja, daar moet je mee leren omgaan en daar slimme keuzes in maken. Spelersgroepen hebben er waarschijnlijk wel heel erg veel zin in. Want ik zag donderdagavond toch een ja, lekker gretig stelletje bij elkaar. Nee, absoluut. Er is erg scherp getraind. En ja, je weet dat de concurrentiestrijd is heftig. Dus ze maken elkaar scherper en scherper. Nou, en deze jongens die vandaag starten, die moeten dat dan maar laten zien dat het vanuit ons de beste keuze is geweest. Gaan jullie nog speciaal letten op bepaalde spelers van Stedoco? Ik noem er maar even een Pinacci of zo. Nou ja, Piaggi is natuurlijk voor ons allemaal de bekendste hier vanuit Ermelo. Ze hebben natuurlijk een paar klasbakken lopen. Pereira is erbij gekomen vanuit een BVO. Maar natuurlijk hebben we besproken waar hun kwaliteiten liggen. Maar ook deze jongens hebben punten die voor verbetering vatbaar zijn. En wij willen die blootleggen. Daar wensen we je heel veel succes mee, Bert. Dankjewel, Piet. Het is Hairi Pinacci die wedstrijd hier in gang gebracht heeft. De wedstrijd DVS 33 tegen Stedoco is begonnen. Trainer bij Stedoco is Gijs Zwaan, die het overgenomen heeft van Frans Adelaar. Nu Benjamin Roemion in duel met Mariana. Mariana, duwen, trekken, hijsteren. Hij ja, hij is er voorbij. Gaat lekker die korte hoek schieten. Nee, dat past niet. Kijk, DVS onder de druk uit. Ja, het is Basiel Camara. Balletje vooruit misschien. Goed voor je actie. Ja, kijk eens. Zo moet je het doen. Heb eens ruimte. Oh, die bal is ook goed hoor. Oh, wat is die snel, hé. Net voor de goal lang. Het is keurig gevoetbald. Dit is ook een goede bal. Joran van Zand te verdedigen. Kort geschoten van de Etienne Mariana. Vanaf het middenveld heeft hij hem een paar keer achtergelegd. Dus doet het op dit moment heel erg goed. Vrij trap. Minuut. Een hele goede redding daar van op de lijn van Todori Velanas. Het is de eerste keer dat Hairi Pinacci door hem echt verslagen wordt. En Benjamin Romillon gestuurd wordt. Aanname goed is. 16 meter in gebied en schieten naast de goal. Ik praat heel snel. Ja, je gaat wel heel snel. Misschien een beetje te snel. Versnelling van Roemion was goed en ook de versnelling van André was wel goed, maar het schot was minder. Koen Vloedgraven. Tussen twee man door. Koen Vloedgraven. Bedient Barry Powell. Koen Vloedgraven nog steeds met Barry Powell. Fantastisch! Fantastische redding van die keeper ook, zeg! Ik telde hem al hoor. Wat een mooie combinatie, maar wat pakt die keeper Mark Smits? Wat dat betreft staat het ook echt gelijk. De beide goalies een ontzettend goede redding. Deze was op de vuisten. Joran Schreuder. Frank van den Burg die kan koppen.
Vincent Verheul. 100 van Zukke voor DVS. We gaan lekker verder weer. Kijk eens, dat is het. En nu lekker streep, één streep naar die goal toe. Opzoeken, opzoeken. Schieten! Oei! Wat een snelheid heeft die jongen. En dan kan hij dat omzetten in dat schot. Vol kracht ook. Net over die goal. Hè. Als hij die ballen er allemaal in gaat schieten, dan speelt hij volgend jaar... Eredivisie. In Camp Nou. Marlon Pereira, die gewoon mag gooien weer. Gaat schieten. Zo, dat scheelt maar net. Wat een prachtig schot. Ja, van de invaller. Dos Santos. Dos Santos. We hebben zin om te juichen. Ja. Nou, je voelt de spanning ook toenemen. Dit kan wel zo'n momentje worden inderdaad. Nu Pilon met Pilon. Goeie bal. Ja, nee. Op de vuisten. Ai. Vizier Osturk iets te hoog. Het is nou wel weer de fase dat DVS wel weer sterker is. En dat resulteert in veel ruimte daar voor Roald de Vries. Roald de Vries, als hij voorzet nou goed is. Barry Powell. Op de vuisten van Mark Smits. Maar de aanval loopt nog door. Het is weer keeper Mark Smits die aan de kant van Mark Smit die de bal goed tegenhoudt. Het was een aanval uit het boekje. Ja. Pilon naar Roald de Vries. Is de paal trekken door Barry Powell. Ja. Komt hij dan nu? Pilon. Barry Powell. Oei! De oes en de aas, ze zijn er weer. Maar dat mag. We willen zo graag. Ja. Het biertje smaakt lekkerder met 3 punten. Maar het is Roald de Vries. Roald de Vries. Er gaat een paar man neer. Maar we voetballen door. Goed voor zijn man gekomen. Er komt Koen Vloedgraven en Barry Powell. Lopen elkaar een beetje in de weg. Oh, jongens. Dat is een hele goede voorzet. Ja, dat is een echte goede voorzet. Echte goede voorzet. Maar zo dichtbij kun je er zijn, hè? Nou, Koen Vloedgraven, vooruit. Vooruit. Vooruit, je hebt meters. Je hebt meters. Zie Barry Powell tussendoor. Kan die voorzet komen van Benjamin Roemion. Benjamin Roemion. Op het hoofd van Barry Powell. Oh. Over de goal van Mark Smit. Dit was het moment van Barry Powell om zijn waarde te bewijzen. Hij heeft er al 2 eerder gehad. Fantastische voorzet nou door Benjamin Roemion. Ja, goede bal. Komt hij weer. Gaat eens, kijk eens, kijk eens. Nu moet hij. Nu moet hij. Oh, wie die keeper. Frank Smit, Mark Smit. Allemachtig. Nou, nu iedereen mee naar voren. Nou, kort genomen, de match kort vandaag, genomen, kort genomen. Ja! Ja, yes, dat valt binnen! Yeah. Oliver Pilon, Oliver Pilon. Via de rug! 1-0, DVS. We krijgen waarschijnlijk toch nog een winnaar. Lekker hoor. Oliver Pilon in de armen bij Bert van Hunestein. Wat een ontlading. Bert van Hunestein zegt tegen Todori Verlanes, ga mee. Ga mee juichen. Dan verdien je tijd mee. Wat een ontlading hier in Ermelo. Maarten. Ja, dit doet een beetje denken aan vorig jaar tegen VVOG toen we 1-0 voorkwamen. Oh, hou maar op. Maar goed, toen liep het in de laatste paar minuten toch iets anders. Daar gaan we nu maar niet van uit. En het scorebord doet het ook fantastisch. Die hebben we vandaag toch weer gezien. Ik vind het meer die wedstrijd van die sneeuw. Nou, dat was tegen Ovios. Tegen SVZW. SVZW, Mike Arends. Het is... Benjamin Roemion. Oh, 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 oh.
Dat is helemaal niet zo erg. Voor de tijd, tijd tikt gerust door. Grensrechter die graag aan Benjamin Romillon wil zitten. Heupworpje. Arie, die even wat woorden wisselt met Bert van Hunestein. Hier is het afgelopen. 1-0 overwinning van DVS in de 88ste minuut, als ik het goed heb. Maakt niet uit. Nee. We hebben gewonnen. Ja. Je moet weer eentje meer maken dan je tegenstander. Win je die wedstrijd. En met Dennis Hollard in de ploeg verlies je nooit. De analyse met beide trainers, Gijs Zwaan, trainer van Stedoco, en Bert van Hunestein van DVS 33. Ik krijg net een leuk duwtje van Harry Pinazzi, natuurlijk een oud DVS-speler. Wat voor wedstrijd heb je gezien, Gijs? Nou, een hele aantrekkelijke wedstrijd tegen een doelpuntenmachine DVS. En daar hebben we ons tegen gewapend om te zeggen van heel compact spelen, maar wel bij balbezit uitwaaieren en aanvallen en lef tonen. En heb je het balletje weer niet, ja, fel op de bal zitten. En zolang dat de scheidsrechter dat toelaat, hebben we gewoon met normaal goed voetbal hebben we aardig kunnen meevoetballen. We hebben kansen gecreëerd. Onze keeper heeft er, ik denk, wel 2 of 3 gered. Fantastische reddingen. En ja, je had gehoopt op 0-0 of 4-4. Maar de bovenliggende partij is toch de laatste actie van een invaller, geloof ik, die hem even binnenscoort. En ook als het 0-0 was geweest, Bert, dan zeg ik toch, het is geen bloedeloze 0-0. Want dit was een wedstrijd, daar zat echt alles in. 2 goede ploegen en ja, jouw verhaal. Nou, je zegt het juist. Stedoco had een groot aandeel in het feit dat we hier een prachtige wedstrijd hebben gezien. Voetbaltechnisch van hoog niveau, verdedigend van hoog niveau. En dat betekent dus dat het uiteindelijk op details de beslissing zou vallen. Ik denk in de eerste helft dat we moesten geduldig spelen, want we wisten gewoon hoe gevaarlijk ze kunnen zijn in de omschakeling. En dat bleek ook. Ik denk ook dat zij de betere kansen hadden de eerste helft. We waren voorin niet daadkrachtig genoeg. We hielden de bal te lang bij ons, veel in duels. Dus er moest meer tempo in komen. Uit de tweede helft denk ik dat we op basis van de tweede helft, maar goed, het is een hele wedstrijd waar je op moet beoordelen, qua kansen natuurlijk wel, recht hadden op een overwinning. Maar ja, weet je ziet ook een schot van Stedoco wat net langs de kruising gaat. Zo'n wedstrijd was het gewoon. En ja, dat wij hem op het einde winnen, dat is prachtig voor ons natuurlijk. Even zuur voor Stedoco, maar het is wel een stukje reclame voor het derde divisievoetbal. Ja, fantastisch. Ik vergeleek het een klein beetje met die wedstrijd tegen ASWH. Ook eerste helft 1-1. Tweede helft vlogen we over ASWH 1. Dat was nu niet echt het geval, want je had het wel te maken met een echte goede tegenstander. Ja, absoluut. Alle credits voor Stedoco. En we moesten er ongelooflijk veel energie in steken om tot kansen te komen. Maar we wisten ook, als we het hoge tempo zouden hanteren, zou er ergens wat fout gaan bij Stedoco. Ja, en dat die keeper, die had ook een prachtige dag van zijn leven, zou ik bijna zeggen. Maar onwaarschijnlijk hoe die sommige ballen eruit haalde. En dat was helemaal niet slecht afwerken van ons, maar gewoon perfecte reddingen. Ja, en dat je dan in de dying seconds, heet dat volgens mij, nog die winst pakt. Dat is, het geeft toch wel een erg lekker gevoel. Dus twee haken had Tudori Villanis in de eerste helft ook een katachtige reactie. Ja, dit is wel reclame voor het voetbal, Gijs. Hè? Mooi, hè? Ja, de neutrale toeschouwer hebben op het puntje van zijn stoel gezeten. Dus, en wij als trainers ook, denk ik. Hè? Het ging over en weer. En hij had aan beide kanten kunnen vallen. En maar nogmaals, je hebt als denk voetballiefhebber, daar word je trainer voor. Hebben hier gewoon een fantastische wedstrijd gezien. En compliment aan alle spelers. Want die wilden alleen maar de goal maken. En wij konden heel goed tegenhouden. En wij konden ook heel goed aanvallen. En dan zie je gewoon een hele leuke wedstrijd. Je kan ook hier komen en de bus parkeren. Maar die hebben we gewoon hier aan de buitenkant neergezet. Normaal rij je hem voor die goal. En nu willen we gewoon voetballen. En we willen graag leren van dit soort ploegen. Wij komen ook als promovendus kijken. Om te zeggen, kom maar op DVS, kom maar op Noordwijk. Wij willen lef tonen en op onze bek gaan. En dat zijn we misschien in 1 minuut maar geweest op onze bek. Maar dan legt hij er wel in. Even niet opletten bij zo'n corner. Wordt snel genomen. En dan moet je eigenlijk met mes tussen de tanden ook die laatste corner nog even verdedigen. Ja, dat hebben we wel een beetje te maken met mentaliteit. Maar als je zo gaat voetballen, dan kunnen we dadelijk ook wel weer de doelpunten gaan maken. Absoluut. Ik zou zo zeggen, Gijs, ga zo door met je lekkere spelersarsenaal. Leuke groep. En ik heb er in ieder geval van genoten van deze wedstrijd. En Bert, jij ook van harte gefeliciteerd. En nogmaals, ik heb ervan genoten. Dankjewel, Piet. Graag gedaan. Dankjewel. Joran van Zanten, man of the match. Allereerst van harte gefeliciteerd daarmee, maar ook met de overwinning. Ja, dankjewel. Top overwinning. Ja, inderdaad, een topoverwinning. Jij hebt je enorm goed teruggeknokt in de basis. En je laat zien dat je daarin hoort. Joran, dat mag ik wel zeggen. Ja, dankjewel. Jij zegt het, dus dan... hoe heb je deze wedstrijd ervaren? Eerste helft, daar we het daar even over hebben.
Ja, wereld van verschil. Eerste helft met tweede helft. Als je ziet hoe we in de duels komen, tweede helft. Eerste helft kwamen we eigenlijk heel moeilijk in de duels. Dat heeft ook een beetje te maken met hoe wij spelen, hoe zij spelen. En het tempo wat ze uit de wedstrijd halen. Heel slim natuurlijk. Aan de bal eerste helft ging het nog wel. Laatste kwartier was echt slecht. Maar op zich, ja, je hebt een mannetje meer op middenveld. Wij 4-4-2, zij 4-3. Maar die tweede fase duurde vaak net iets te lang. Nou, in de tweede helft, als je ziet hoeveel passie we erin leggen, was het voetbal niet eens altijd meer heel goed. Maar er werd ook aangegeven in de rust. Barry komt erin, legt die ballen maar wat verder weg en gaat daar om hem heen spelen. Maar dat hebben we fantastisch gedaan. Ik heb het zelf beleefd als een zeer intense wedstrijd. En ook als het 0-0 was gebleven, was het toch geen bloedeloze 0-0. Maar echt een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. En jij, hoe ervaar je dat in het veld? Ja, ik genoot echt van die duels met die heet ook Joran volgens mij. Hè? Ik werd er scheidsziek van. Ik hoorde het Joran keek over me heen. En dat was de tegenstander. Nou, waren we lekkere duels. Ik had me er echt op ingesteld. Werd ook van tevoren aangegeven. Trainer zei ook van je moet hem geen moment uit het oog verliezen. En als je goed anticipeert op de situatie, hoef je vaak niet eens het duel aan te gaan. En dat is een beetje hoe ik hem denk ik goed heb bespeeld. Ga zo door, zou ik zo zeggen, Joran. Deze overwinning die telt behoorlijk. Zeker als je naar de concurrenten kijkt. Ja, ik hoorde het net. 1-1 en 2-2 volgens mij. Of 1-0 achter zelfs. Dat telt. Dat is extra lekker. Maar op zich, zo'n wedstrijd, daar kijk je nu eerst naar. En daar gaan we met z'n allen even van genieten. Het was een beetje vergelijkbaar als de tweede helft tegen ASWH ook, hè? Ja, wel vaker dat wij in de rust, dat we de tweede helft de flair ervan afgooien. Ja, dat zijn altijd een beetje containerbegrippen. Maar waardoor dat dan komt, dat weet ik ook niet. Iets opportunistischer en dat kunnen we blijkbaar ook. Dus dat is wel een compliment voor de hele groep. Als ik dinsdag de container buiten ga zetten, dan zal ik aan jou denken. Containerbegrippen, fantastisch. Ja, je weet wat ik ermee bedoel, toch? Ja, oké, hartstikke bedankt. Oké, nogmaals gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.